Er moest even een technische correctie plaatsvinden en ook de oriëntatie op de tijd. We hebben de afspraak dat we toch het vragenuurtje tot 6 uur aan de orde zouden laten zijn. En dat betekent dat we dat nu moeten doen, anders zal dat niet meer lukken. Betekent de ingekomen stukken, maar die waren niet veel. En er waren wat brandende vragen. Dus daarvoor dient het nu. Ik heb tenminste één van de vragen die ik van beide kanten had al doorgeleid aan de regering. Dat is een kwestie over LVV. Niet dat u het niet mag stellen, maar dan weet u dat ik de vraag al heb doorgeleid, zodat ik hoop dat er wat antwoorden komen. Ik heb lid Bink hier als eerste. Ik vraag u heel kort te zijn, omdat ik de regering ook de kans wil geven om te antwoorden. Maar we hadden ongeveer 6 uur afgesproken, dus ik wil dat toch wel vlot zijn. Lid Bink. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar aanleiding van ingekomen stuk 18.1995, 18.2148. Voorzitter, de moslimvrouwen van Stichting Itkon en Surinaamse Islamitische Vereniging vragen, verzoeken, roepen om hulp voor, voorzitter, voor het praktiseren van de vrijheid van godsdienst, het islamgeloof. Zij vragen acceptatie voor het dragen van de jilbab en de hoofddoek bij het maken van de ID-kaart, rijbewijs en paspoorten. Het recht zich te kleden naar het voorschrift van hun religie, voorzitter. Laten wij hun accepteren, respecteren en stop met discrimineren. In deze ontwerpwet die we vandaag ook behandelen, voorzitter, ID-kaartwet, wordt verzocht om een artikel of een bijlage bij te voegen voor de wettelijke erkenning, voorzitter. Het schrijven van 5 februari 2015 van de voormalige minister, minister Leiles, mocht ook niet baten, omdat ook op willekeur werd gehandeld. Gaarne ook acties van het ministerie Jos Paul. Voorzitter, de Surinaamse visserijsector wordt vernietigd, wordt beroofd, voorzitter. Honderden toezeggingsbrieven. Ja, dank u. Laten we zeggen, regering, de kwestie van de hoofddoek bij de ID-kaart, dat is al geregeld, dat komt in de wet. Dus u hoeft daar niet verder op in te gaan. Paspoort, rijbewijs. We gaan in de wet opnemen dat bij alle identificatie, overheidsidentificatie, dat kan. En we hebben de minister van Buitenlandse Zaken laten vragen, omdat wat zij hebben, nationaal, eventueel internationaal, om dat misschien als bijlage bij de wet. Ik zie dat minister Tsang ook nog daarop wil ingaan. Ik wil dat direct uit de wereld helpen, want het komt steeds terug. En ik geloof niet dat we iemand discrimineren. Dus ik denk dat we maatregelen daarvoor al hebben aangekondigd. Minister Tsang. Ja, dank u wel, voorzitter. Er wordt inderdaad een staatsbesluit gemaakt, heb ik begrepen van de deskundige van Binnenlandse Zaken daarnet, om de foto voor identificatiedoeleinden, en deze voor ID-kaarten, rijbewijzen, paspoorten, etc., om ze allemaal te regelen middels een staatsbesluit, waarbij rekening zou worden gehouden met niet alleen de moslimvrouwen, maar ook alle religieën waarbij hoofddeksel of ja, bedekkingen worden vereist. Ja, en dat we daarmee rekening houden. Het gaat in deze om het gelaat dat voor een identificatie nodig is. Maar dat gaat allemaal middels een staatsbesluit. Prima. Het is duidelijk, dus geen enkel lid hoeft zich meer zorgen te maken. Niemand hoeft meer op te komen. Ik heb ook met de vereniging al gesproken dat we dat in de wet opnemen. En nu is het duidelijk dat de regering daar ook mee bezig is. De regering is mee bezig, dat zeg ik. Lid Yogi. Bedankt, voorzitter. Voorzitter, er is enorme opschudding, inderdaad, in de visserijsector. We hebben hier eerder vragen gesteld aan de minister, voorzitter, naar aanleiding van informatie welke ons had bereikt, dat vergunningen zijn verstrekt
aan Chinese trawlers, voorzitter, om te vissen in Surinaamse wateren. We hebben toen begrepen van de minister dat hij geen enkel vergunning heeft gegeven. Voorzitter, concreet willen we weten van de regering wie de vergunningen wel heeft gegeven. Heeft de directeur van LVV de vergunning gegeven, voorzitter? En als de directeur van LVV de vergunning gegeven heeft, is de directeur van LVV bevoegd om de vergunning te geven. De visserijwet is duidelijk en helder, voorzitter. En ik lees niet daarin, voorzitter, dat de directeur van LVV bevoegd is vergunningen te verlenen. Voorzitter, wanneer dat zo is, welke maatregelen gaat de regering treffen, voorzitter? En welke rechtskracht hebben zulke vergunningen die zijn verstrekt aan mensen, voorzitter? Voorzitter, gaan wij als overheid toestaan, als land, als regering toestaan, dat onze visserijgronden worden leeggehaald, voorzitter? Onze natuurlijke hulpbron vis, is het voor deze generatie, voorzitter? Of is het ook voor de komende generatie? Is het een hulpbron dat gebruikt zal worden voor andere landen, andere mogendheden, voorzitter? Wat is het economisch rendement dat wij als samenleving daaraan hebben? Voorzitter, de regering moet elke duidelijkheid geven, voorzitter. En wanneer, we vragen ook van de regering om aan te geven, voorzitter, exact hoeveel vergunningen er verstrekt zijn, in welke categorie, voorzitter, en of het een vrijbrief is om vergunningen te verstrekken, voorzitter, en als er geen restricties zijn, voorzitter, van zoveel is genoeg en zoveel is genoeg en zoveel is genoeg, voorzitter. Voorzitter, we willen ook weten wie de mensen zijn die achter al deze dingen staan, voorzitter. Want er zijn geluiden dat mensen op het kabinet van de president, geleerd aan de president. Goed, lid Brievel. Lid Brievel. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het ingekomen stuk 182046, een brief gericht aan de minister van Handel en Industrie en CC naar LVV. Het gaat erover dat hondenvoer en plantaarde, dat die in Suriname worden geproduceerd. En mevrouw de voorzitter, we moeten de Surinaamse ondernemers beschermen. Als er contact wordt gemaakt met het ministerie van HIT, over met name hoe zit het, want de concurrentieslag is moordend voor die Surinaamse ondernemers, dan is het vaste antwoord, ja, het is een vrije markteconomie, een vrije marktmechanisme. Maar we kunnen als ontwikkelingsland, die juist ondernemingszin wil bevorderen en werkgelegenheid willen scheppen, kunnen we niet simpel slechts hiermee rekening houden. De WTO-regels zijn daar, want u hoort de discussie vaak daarover, dat WTO, hè, dat is het Walhalla, dat is het eeuwige Jeruzalem. Terwijl wij uiteindelijk als land en als ondernemers de mogelijkheid niet hebben om zelf te produceren en de mogelijkheid te scheppen om op die manier, op een redelijke manier, het brood te verdienen. Ik wil dus daarom heel duidelijk vragen wat de regering gaat doen om onze ondernemers, vooral de kleine ondernemers, te helpen. Incentives, ondersteuning in het proces, zodat ze eigenlijk niet weggeconcurreerd worden van de markt en daardoor weer een bedrijf over de kop gaat en we daardoor hen de ruimte. Dank u wel, lid Ilahi Baks. Ziet af. Lid Abdul. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wat ik van de regering zou willen weten is wanneer voor het laatst een onderzoek is geweest naar onze vispopulatie, zowel in ondiepe als diepe wateren, voorzitter. Ten tweede, als ik de minister van Visserij goed heb gevolgd, dan heeft hij duidelijk aangegeven dat er toestemming is verleend, maar geen vergunning. Kan de minister voor ons verduidelijken wat het verschil is tussen toestemming verlenen en vergunning hebben, voorzitter? Voorzitter, hoe vindt de toetsing plaats wanneer iemand een vergunning aanvraagt? Op basis waarvan vindt er toetsing plaats wanneer er een vergunning wordt aangevraagd? En op basis waarvan worden er vergunningen verleend? Betekent wanneer je toestemming verleent automatisch dat je een vergunning moet verlenen? Of kan je na het verlenen van toestemming een vergunning ook afwijzen wanneer er niet voldaan wordt aan wet, voorzitter, aan de wettelijke voorschriften, voorzitter? Voorzitter, waarvan ik ook aandacht wil hebben van de regering,
is ten aanzien van de ijzer, de betonnen palen die recent geheid zijn door EBS langs de wegen en die vooral, voorzitter, na een incident een gevaar blijken te zijn voor mens en verkeer. Ik wil best wel weten welke acties door EBS ondernomen is. Ja, met Rusland. Voorzitter, bedankt. Voorzitter, inderdaad twee issues die ook mijn aandacht hebben. De betonnen palen die door EBS geplaatst zijn. Ik denk dat je geen Einstein hoeft te zijn om te zien dat er iets daar fout zit. De palen zijn in ieder geval niet diep genoeg en dergelijke. Maar daarover zou ik graag meer informatie willen hebben van de minister van NH. De vis-situatie met de trawlers, daarover zou ik ook graag willen hebben dat er toch wel vanuit de minister van LVV een presentatie komt over het beleid en wat de uitgangspunten zijn op dit moment. Zijn er schattingen over onze visvoorraden en dergelijke en wat is het beleid op basis van wat daar aanwezig is. Verder, voorzitter, merken we dat er een groot probleem is. We praten over renovatie van wegen, we praten over het maken van nieuwe wegen, asfalteringsprojecten en dergelijke. Maar de mensen in de districten, onder andere in Salamaca, hebben we gemerkt dat men op dit moment enorme hoeveelheden trucks per dag langsgaan met boomstammen en dergelijke. Waarbij je dus de weg aan de ene kant maakt en aan de andere kant komen de trucks en de wegen worden weer vernietigd. Water naar zee dragen. Dus wat dat betreft moet de minister van OW ons daarover ook komen informeren wat er precies gebeurt. En de opties waarbij natuurlijk veel meer gebruik gemaakt moet worden van watertransport voor die zware boomstammen en dergelijke. Ik denk dat daarover de regering toch wel beter moet nadenken en ons daarover. Ja, lid Waidu is er niet, lid Pocky is er niet, lid Sharma. Voorzitter, dank u wel. Ik wil twee dringende zaken uit de gezondheidszorg onder uw aandacht brengen. Voorzitter, één is de situatie vooral in het binnenland, maar veelal in de kleine dorpen, vooral de inheemse dorpen. De mensen zijn niet verzekerd, worden ziek, maar moeten gebruik maken van de diensten van medische zending. En die doet de diensten natuurlijk ook, waar de medische zending een beetje financiële problemen komt. Dat is één. En ik zou voorstellen, het zijn kleine groepen van mensen. Misschien kan de staat in overweging nemen om deze mensen wel te verzekeren, zodat ze op een keurige manier gebruik kunnen maken van de gezondheidszorg. Ten tweede, voorzitter, in academisch ziekenhuis doet zich een situatie voor waarbij patiënten al langer dan 6 en 8 maanden geen operatie kunnen ondergaan. En het zijn heel vaak protheseoperaties. En de mensen hebben hun deel van de kosten al betaald en zijn wachtende op de operatie. En elke keer na de planning moeten ze 3 of 4 dagen van tevoren een telefoontje krijgen en vernemen. Die operatie gaat niet door, meneer of mevrouw, omdat we geen materiaal en middelen hebben. En het is heel erg verontrustend. Bij alle orthopeden, 6, 7, 8 orthopeden zijn er rond. Het aantal is rond de 30, 35 cliënten die wachtende zijn. En het zijn veelal oudere mensen die de operatie moeten ondergaan. En het is onmenselijk dat we dat deze mensen aandoen, voorzitter. En via u roep ik de regering op. De minister is gelukkig hier. En ik vraag om aandacht te geven, interventie te plegen, dat deze mensen niet langer gedupeerd worden. Dank u wel, voorzitter. Ja. Bova. Ja, voorzitter, dank u, voorzitter. Ik wil het hebben over onderwijs, voorzitter, omdat het me zorgen baart. We vernemen opnieuw dat er een spanning is binnen het onderwijsveld. Vraag me af, wat is weer die ruzie binnen het onderwijs, voorzitter? We hebben van de ene kant de BVL, voorzitter, die zijn salto's draait, voorzitter. Aan de andere kant de minister, die hoe dan ook probeert de zaak te leiden op een manier dat, waarvan we rekenen dat het verantwoord is. Maar graag, voorzitter, willen we wederom partijen vragen en oproepen om met elkaar te praten. Kutakan Oesrevi, en laten we zo proberen om uit de zaak te geraken. Voorzitter, wat we niet willen hebben, is wanneer we weer vakantie mooi met elkaar hebben gehad, Usut Pagara,
dat er weer een bericht komt dat de school niet gaat starten. Dus ik waarschuw daarvoor. 1, 2. Voorzitter, ik wil meer dan een nuance brengen bij dat van de betonnen palen. Ik denk dat innovatie en verandering goed is, maar niet zonder meer, voorzitter. Ik ben niet overtuigd dat de vervanging van de bepalen zoals we die kennen, de Wallabepalen, voorzitter, betonnen palen behoren te zijn. 1 wil ik weten van de minister van NH, wat is de kostenvergelijking? Hebben we zoveel geld dat we betonnen palen nu gaan zetten in plaats van houten palen? Dus wat is die kostenvergelijking? En voorzitter. Ja. Olet, Kense Huis is er niet. Assadang, Olet Assadang. Olet Assadang. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil de regering aandacht vragen, voorzitter. Collega's, mevrouw Mabo had het hier al aangehaald. Voor die wegen, voorzitter. Het zijn de laterite wegen van het district Borkopondo, voorzitter. Dan praat ik over Victoria. De weg van Tapuripa, Driepada naar Borkopondo Centrum en Balinsula. Voorzitter, met de regentijd. De mensen moeten eigenlijk door Waden om hun huizen te bereiken met hun auto's en allerlei dingen. Vandaag nog heb ik een video opgestuurd gekregen waar de bevolking vraagt, voorzitter, om die zaken aangepakt te worden. Het is niet de eerste keer waar wij dit hier aanhalen. En het is een beetje, soms weer eigenlijk ontmoedigd raken om steeds weer hetzelfde en het wordt niet aangepakt. Dus ik voorzitter via u aan de regering, de ministers die verantwoordelijkheid dragen, het zij RO, OE, laat ze hun verantwoordelijkheid oppakken om die zaken voor de samenleving daar op te lossen. Voorzitter, een ander punt, voorzitter. In het verleden 2016 heeft het ministerie van NH een overeenkomst getekend met de mensen in het Saragri-gebied, waarbij zij maandelijks een x-bedrag zouden krijgen als compensatie van de scalianhouders. Al een paar maanden heb ik bericht ontvangen dat dat niet meer het geval is, hoewel het een getekend stuk was. Voorzitter, dat geval dat ik eerder had aangegeven, voorzitter, ik dacht 2 weken geleden, ten aanzien van het ongecontroleerd lozen van fecaliën, voorzitter, in de rivier, Suriname-rivier, en die eigenlijk ook als een activiteit van hoog risico werd gekwantificeerd door de DC van Wanica, voorzitter. De regering had toen beloofd dat zij daarop zou inkomen of ingaan, voorzitter, met schriftelijk dan wel mondeling, voorzitter. Wat is de status daarvan? Tweede, voorzitter, is wat de andere collega's hebben aangegeven ten aanzien van het transport van houtblokken met die zware trucks, voorzitter. Er is namelijk aan de Oost-West-Urbin, heb ik ook eerder aangegeven, is er een complete weegbrug, voorzitter, met alle faciliteiten daar opgezet. Langs de Oost-West-verbinding in de buurt van, ik dacht, Paperpot City, voorzitter. Maar tot op dit ogenblik is dat nog niet in gebruik. Bij navraag bij het ministerie van Openbare Werken is aangegeven dat het ministerie van Politie, Justitie en Politie daar invulling zou moeten geven aan, voorzitter. De vraag is, wanneer denkt de regering dit te doen? En om zodoende dan die overvolle trucks, voorzitter, op een of andere manier toch wel te kunnen reguleren. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dat waren de vragen van de leden. Ik heb mijn lijst afgewerkt. Oh, het is bij rondvraag getekend. Het is niet bij aangekomen stuk. Let Ednel. Ik heb daar een andere lijst. Dat is voor einde van de vergadering. Even hoor.
Nee, we gaan niet de hele lijst doen. Ik ga lid Etnel de gelegenheid geven. Lid Etnel. Dank u wel, voorzitter. Met betrekking tot dat van het plaatsen van die betonnen palen wil ik speciale aandacht voor de Jagannath Lachmanstraat. We zien daar dat een aantal van die palen zijn geplaatst. En ik wil toch wel weten of de veiligheid gegarandeerd is, want daar hebben we de scholen. We hebben daar een CBB-kantoor, dat is heel erg belangrijk. Mijn volgend punt is, we zitten in de kleine regentijd. En als de regen even een beetje hard is gekomen, dan zijn alle straten onder water. En ik ben geweest aan de hoofdwegen, in de Ragandiweg, een beetje de zijwegen. En dan kijk je naar die waterputten. Ze zitten vol met zand. Vol met zand. Bel je naar OW, word je doorverwezen naar bijna 100.000 mensen die je niet kunnen vertellen wanneer die kolkenzuiger zal komen om eigenlijk het zand uit die putten te halen. Wat mijn vraagstuk is, vanaf, ik weet niet, elke keer zijn we hier als parlement, we vragen aandacht voor het vraagstuk met betrekking tot wateroverlast en op tijd beginnen. We weten dat de kleine regentijd aankomt. Wat is er aan de hand dat de regering werkt eraan om in november, oktober te beginnen met het opschonen van de putten om het zand weg te halen? Het is gewoon verschrikkelijk. En als we zien dat er nog meer zware buien zullen komen, dat wil zeggen dat de mensen toch weer willen zullen zitten met het water. Goed. Regering. Ja. Lid Budica had ook getekend op de rond. U moet kijken welke lijst u tekent. Ja, beide lijsten zijn daar. Maar de een is voor eind van de vergadering en die andere is voor het begin van de vergadering. Lid Budica. Ja, voorzitter, ik ben nog nieuw. Laat me alvast beginnen met. Ik heb de hele week gezocht naar het nummer van de minister van Jospol. Omdat als je iets makkelijk kan oplossen, is het beter. Ik wil onder de aandacht brengen dat het politiepost te Mariënburg niet over adequaat vervoer beschikt. Het hoort niet zomaar graag een oproep naar de minister om het van liever nu op te lossen. Omdat het heel lastig is als men hun werk niet kan uitvoeren. Verder wil ik onder de aandacht brengen dat wij een afdeling huiselijk geweld hebben die gemiddeld 15 gevallen per week in Kommerwijnen registreert, maar ze beschikken niet over een vervoersmiddel. Dus als daar wat aan gedaan kan worden, zodat het werk adequaat. 15 is niet weinig, voorzitter. Voorzitter, tenslotte wil ik dan het geval van de hoofddoeken aanhalen met de ID-kaarten, dat duidelijk is aangegeven dat het gezicht duidelijk moet zijn, maar we moeten ook erop letten dat het geen probleem zou mogen zijn, omdat we ook vingerafdruk hebben. En dat we dan daarop ook de mensen kunnen identificeren, voorzitter. Dank u. Goed. Dan gaan we de regering vragen om in elk geval vandaag in te gaan op de kwestie van de vergunningen. Omdat dat toch wel een heet hangijzer is. En als u andere dingen heeft waar u per se op wil ingaan, dan kunt u dat ook doen. Minister LVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst in te gaan op de vragen die hier gesteld zijn. Ik wil daarna heel kort aangeven de werkwijze bij het verlenen van vergunningen. De vraag van het geachte lid Joggi is of de directeur vergunningen heeft getekend of niet. Ik kan u aangeven dat de directeur geen vergunningen heeft getekend.
De procedure die tot nu toe is gehanteerd, of laat mij zeggen, voordat ik op LVV aankwam, is dat een aanvrager via de brief, middels een brief naar de minister, een aanvraag indiende en dat door het onderdirectoraat Visserij in behandeling, verwezen naar onderdirectoraat Visserij, in behandeling werd genomen alle benodigdheden, nodige zaken die in place moeten zijn, werd dan in place gebracht samen met de aanvrager. En als dat de voorwaarden oké waren, kreeg dan zo een aanvrager, die aanvrager toestemming van de directeur om met de boot te gaan richting MAS voor keuring op duidelijkheid. En dan, als aan alle voorwaarden is voldaan en ook een MAS-certificaat kan worden overlegd, dan gaat de minister over tot het geven van vergunningen. In het geval van de trawlers kan ik u misschien specifiek aangeven dat op 11 mei het bedrijf Ross National Fishery een aanvraag heeft ingediend bij de minister van LVV. Ik benadruk bij de minister van LVV. Die aanvraag is doorgeleid door de minister naar de directeur voor het nodige. De directeur heeft in juli 2017 een schrijven gericht met toestemming waarbij werd aangegeven dat u in aanmerking komt voor de vergunningen. Maar dan moet u wel voor verder afhandeling contact maken met de afdeling kust, binnenwateren, diepvisserij van het onderdirectoraat visserij. Dat wil zeggen dus dat het bedrijf moet voldoen aan alle voorwaarden die gesteld zijn en die bekend zijn en die voorkomen in de beschikking die elk jaar in de Raad van Ministers ter goedkeuring wordt voorgelegd door de minister van LVV. Dat volgens die beschikking en de voorwaarden die daarin voorkomen, de aanvrager zou moeten voldoen voor die 6 trawlers. Op 2 november schrijft het bedrijf een brief naar de minister met het verzoek de Surinaamse wateren binnen te mogen treden om de procedure van de vergunningsaanvraag verder te mogen doorlopen, afhandelen. Die toestemming hebben ze gehad. En dan nadrukkelijk aangegeven dat ze mogen aanmeren in afwachting op de verdere afhandeling van de vergunningsaanvraagprocedure. Nu is er op 27 november zijn 2 van de trawlers geïnspecteerd door het onderdirectoraat Visserij. En uit die inspectie blijkt dat de trawlers in elk geval niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in de beschikking. Ik geef u aan bijvoorbeeld dat het motorvermogen 3084, dus 3084 horsepower is pk, terwijl in de beschikking het maximaal motorvermogen voor trawlers, vistrawlers, 500 pk mag zijn. Alleen op basis daarvan zou je al kunnen zeggen van deze 2 vaartuigen die geïnspecteerd zijn, komen absoluut niet in aanmerking voor een vergunning. De 4 andere, want het gaat om 6, zullen als het goed is morgen worden geïnspecteerd. Dat is de afspraak. Het is wel zo dat elke keer maar 2 worden geïnspecteerd, omdat de haven waar ze aanmeren niet meer dan 2 kan faciliteren. Dus morgen hebben we de volgende 2 en dan maken we direct een afspraak. De bedoeling was alle 4 morgen, maar vanwege die beperking doen we morgen 2 en dan maken we direct een afspraak of die 2 andere morgen kan plaatsvinden of de volgende dag of maandag. Maar in elk geval, op zeer korte termijn moeten de andere 4 zijn geïnspecteerd. En
Zoals het er naar uitziet, als we naar de boten zo observeren, lijken ze allemaal sprekend op elkaar. Dus ik denk dat ze geen van ze gaan voldoen aan de voorwaarden, zoals gesteld in die beschikking, en dus geen vergunning kan worden verleend. Ik wil benadrukken dat alleen de minister bevoegd is om die vergunning te tekenen. En dus aan het bedrijf af te geven. Dat gaat alleen via de minister. Even snel kijken welke de andere vragen waren. De vispopulatie. Een van mijn eerste, eigenlijk tijdens de gesprekken, toen ik op LVV aankwam met de onderdirecteur en de directeur, was als de beschikking aangeeft de aantallen, op basis waarvan hebben we dat bepaald? Er is in 1988 een onderzoek verricht dat een jaar lang heeft geduurd naar vispopulaties. In de afgelopen tijd heb ik gesprekken gevoerd met onder andere de IDB, Japan, die ook expertise heeft, om ons te assisteren in het uitvoeren van het onderzoek. Er is inmiddels een schrijven gestuurd via ons ministerie van Buitenlandse Zaken naar de Japanse ambassade, met het verzoek om de mogelijkheid na te gaan om ons daarin te assisteren. En de IDB heeft ook toegezegd dat ze bereid zijn met hun kennis, expertise en middelen ons daarin te assisteren. De bedoeling is, als de aanvraag wordt gehonoreerd, om in 2019, natuurlijk zal dat niet in het begin zijn, maar ergens in 2019, zodra alles in place is, om die vispopulatie, dat onderzoek te doen naar vispopulatie, en op basis daarvan, dus op basis van wetenschappelijke gronden, na te gaan of we de aantallen die nu in de beschikking voorkomen, of dat oké is, correct is, of we het moeten verminderen of juist vermeerderen. Maar dan weten we dat als het onderzoek is verricht. Er was een aanvraag over of er kan worden een afwijzing kan plaatsvinden na toestemming van een vergunning. Die toestemming wordt alleen verleend om die boten en alle andere zaken die daarbij horen in orde te maken. En als die aanvrager als de boten en alle andere zaken, administratieve en alle andere zaken die erbij horen, daarmee zich aanmeldt, dan krijgt die aanvrager een toestemming om naar MAS te gaan na inspectie door onderdirectoraat Visserij. Naar MAS te gaan voor keuring en registratie. En dan krijgt de aanvrager een certificaat van uw boot voldoet aan de voorwaarden. Maar die toestemming wordt niet verleend als na inspectie blijkt om naar MAS te gaan, als na inspectie door het onderdirectoraat Visserij blijkt dat die boten, als die boten niet voldoen, krijgen ze die toestemming niet. Dus ook al hebben ze toestemming om alle voorbereidingen te treffen, en als ze daarna komen, zoals in dit geval, zeker die twee vistrawlers, die niet voldoen, krijgen ze onmogelijk toestemming om naar MAS te gaan voor registratie en keuring. Dan stopt die show daar, die procedure daar. De vraag van het geachte lid Rusland heeft ook te maken met vispopulatie en de relatie vergunningen. Ik ben ook sterk voorstander van, en vandaar die voorbereidingen die we reeds hebben getroffen, dat we zaken op basis van wetenschappelijke data doen, informatie doen. Als die studie is verricht, het onderzoek is verricht naar de vispopulatie en de bewegingen, kunnen wij met zekerheid en meer zekerheid zeggen dat de aantallen die in onze beschikking voorkomen wel of niet voldoen. Ik wil u geruststellen dat vergunningen niet zullen worden verstrekt indien
aanvragers niet voldoen aan voorwaarden. Ik wil u geruststellen dat dat niet zal gebeuren. Ik wil nog enkele opmerkingen maken, zodat u weet waar, want ik heb met de visserijsector gezeten, zeker 3 keer een contact gehad vanaf 22 november tot heden. Er zijn voorstellen hoe wij de aantallen die zijn overschreden, die in die beschikking voorkomen, die reeds zijn overschreden. Want er is een situatie volgens die vissector zelf dat niet alle vergunningen worden ingezet. En er een situatie heerst bij een deel op zijn minst dat die vergunningen worden verhuurd of die intentie is er om te verhuren. Nu zijn er voorstellen gedaan dat we wat maatregelen, voorwaardes erbij doen. Dat gaat vanaf 2019 gelden. Die wet biedt die mogelijkheid. En waar er geen sprake was van controle en dus die voorwaardes reeds voorkomen, zullen we sterker moeten letten. En we gaan sterker letten op dat de vergunninghouders zich houden aan die voorwaardes. Ik wil 2 zaken opnoemen. Bij het verstrekken van een vergunning in 2019, want de tijd nadert dat 31 december alle vergunningen gaan vervallen. De vergunninghouders gaan hun vergunningen moeten verlengen. En die zullen begin komende week worden aangeschreven. Die afspraak is er al met hun organisatie. Dat ze een profiel inleveren, een soort ID-kaart. Misschien niet zo geavanceerd als wat we net hebben besproken hier. Maar een ID van de boot, zodat we het volgend jaar kunnen natrekken dat het om diezelfde boot gaat. U komt niet met een andere kleur, een andere omschrijving, andere lengte en breedte. Dat we kunnen natrekken, u heeft een vergunning voor deze boot. Dan heeft die boot een ID. Dat is 1 zaak die we gaan introduceren. Het aantal aanlandingen moeten de boothouders, de vergunninghouders, bijhouden. Ze zijn verplicht aan te landen in, op een van de locaties die aangewezen is door de overheid. Zij zullen dus, als ze komen voor hun verlenging, moeten aantonen waar en hoeveel keren ze hebben aangemeerd en hun productiecijfers of hun product hebben geleverd. Dat geeft ook aan, en dat gaan ze moeten aantonen middels een bewijs. Ik ben nog bezig na te gaan hoe dat precies in elkaar zit, maar ze zullen, als er daar nog maatregelen moeten volgen, gaan we dat doen. Maar aanlandingen gaan ze ook moeten aangeven. Dan pas gaan we over tot verlenging. De huidige wet, visserijwet, wordt gescreend en in een proces van aanpassing, omdat een aantal zaken daar moeten worden geüpdate. 1 punt is bijvoorbeeld dat de wet nog steeds praat over havenmeesters. Die hebben we niet meer. In de plaats daarvan hebben we MAS. En alle andere zaken die een update behoeven, zodat we die wet beter kunnen toepassen en in het belang van die sector. Dat proces is reeds ingezet met ondersteuning van FAO. Er is op het ministerie een team dat bezig is om naar het concept te kijken en waar nodig nog te fine-tunen. Alle toestemmingen die zijn gegeven, ik heb ze allemaal opgevraagd, de kopieën. Ik moet wel nog nagaan of het aantal dat ik binnen heb gehad daar nog erbij horen, andere of het correct aantal is. Dat aantal, die toestemmingen, wat ik reeds binnen heb, heb ik aan onze jurist afgegeven om mij te adviseren wat de mogelijkheden zijn om die toestemmingen in te trekken. En welke consequenties eventueel die intrekking kan hebben. Dus dat proces is ook ingezet. Nogmaals, alle toestemmingen die ik binnen heb gehad,
Ik wil u niet verzekeren dat dat het juiste aantal is. Ik wil wel in het systeem weer nog een keer laten natrekken dat we niets missen. En dus alle toestemmingen hebben en dat bestuderen. De formulering, wat toegezegd is, wat we zouden kunnen doen om de zaak in te trekken. De sector, de leden van die sector, de vissersorganisatie, hebben ook aangegeven dat er een situatie was, zeg maar een 10 jaar geleden ongeveer, waarbij het aantal aan visvergunningen meer was dan in de beschikking stond. En door maatregelen zoals herregistratie, maar ook aanlandingen te registreren, streng te letten op de voorwaarden, was dat aantal teruggebracht. Er is nu weer een overschrijding. Ik ben sterk ervan overtuigd dat als we de juiste maatregelen treffen, gezamenlijk, dat wij in staat zullen zijn om het aantal, of in de verschillende types, de aantallen te houden op wat die beschikking ons voorhoudt. En dus die regeling niet te overschrijden. Op dit moment kan ik u aangeven dat het meeste in de meeste types het aantal reeds is overschreden. Nog een laatste opmerking. Dat is met betrekking tot VMS. Omdat daarmee ook een aantal dingen gecontroleerd kan worden. De beweging. Ik heb hier in het parlement eerder aangegeven dat de bedoeling is om zo snel mogelijk het systeem op die boten te hebben. De trawlers hebben dat al, maar bijvoorbeeld de SK-types niet. Dus daarover, ik kan u aangeven dat er een interdepartementaal commissie is, waarin ministerie HI, ministerie LVV, Defensie, Justitie en Politie en BISA zitting hebben om aan de ene kant over het VMS te adviseren. De bedoeling was eind november zou ik een advies moeten hebben, zodat ik kon overgaan tot uitvoering. De commissie heeft iets wat meer ruimte gevraagd, nog een week. Maar de bedoeling is, eerste kwartaal 2019 moeten we wel zover zijn dat de boten een VMS-systeem, device moeten hebben. Dat is met betrekking tot het VMS. En dat zal maken dat we al die boten die een vergunning hebben kunnen volgen. Omdat er in de praktijk ook de informatie wordt gegeven dat boten, niet alle boten hier aanlanden zoals afgesproken in die voorwaarden met die vergunninghouders en aangegeven in die wet. Dus daarop zullen wij ook in de komende tijd streng moeten letten. Ik hoop dat ik naar tevredenheid antwoord heb gegeven op uw vragen. Dank u wel. Goed, dank u wel. Er zijn wel wat interrupties. Bijna alle leden dus. Nee, maar het. We komen aan het eind van de vergadering. We zouden vandaag lid Yogi heb ik als eerste. Kort. Mag lid Yogi het woord? Bedankt, voorzitter. Voorzitter, de minister geeft aan dat alleen de minister bevoegd is een vergunning te verlenen, voorzitter. Mogen we het schrijven zien, voorzitter, welke de directeur van LVV heeft gegeven, voorzitter? 1 is voorzitter. 2 is namelijk, wat gaat er nu gebeuren met die twee trawlers, voorzitter? Gaan ze terug richting China? Blijven ze hier? Komen er andere voorwaarden? Wat gaat er precies gebeuren? Voorzitter, mijn derde vraag is, wanneer de mensen vooraf weten dat er bepaalde voorwaarden zijn waaraan voldaan moet worden. Wat is de kracht die deze mensen ertoe heeft gedreven, voorzitter, om de voorwaarden kennende en niet voldoen aan de voorwaarden
toch de Surinaamse wateren binnen te varen, voorzitter? Welke kracht staat erachter, voorzitter? Voorzitter, en mijn laatste vraag aan de minister is, kan de minister alle documenten van NV Ros, welke betrekking hebben met de aanvraag van de 6 vergunningen voor de trouwlust, voorzitter, het parlement doen toekomen? Lid Abdul. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, mag ik de minister bedanken om heel eerlijk en oprecht te antwoorden op bijna al de vragen die gesteld zijn door uw leden. Voorzitter, mijn eerste vraag is, hoe lang mogen de trouwlers nog hier aangemeerd blijven? Dat is mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag is, voorzitter, keurt Mas bij de keuring van Mas, worden dezelfde voorschriften gehanteerd als bij LVV? Of hanteren zij andere voorschriften? Een andere vraag die ik heb, voorzitter. Wanneer denkt de minister dat het onderzoek naar onze visvoorraden afgerond zal zijn? Een andere vraag, voorzitter. Wanneer de controlemechanismen straks na 31 december verscherpt zullen worden, zal dan ook met het VMS-systeem worden gewerkt om na te gaan hoe vaak de boten aanmeren en wat hun productie zijn? Voorzitter, een andere vraag. Al de toestemmingen die nu pending zijn, wat gaan wij met die toestemmingen zien, gezien het feit dat de minister hier heeft aangehaald dat de aantallen van vergunningen die verstrekt mogen worden reeds overschreden zijn. En men probeert om die aantallen weer terug te brengen middels verscherpte controlemechanismen, voorzitter. Dank u wel. Ja, dank u wel. Lid Bova. Ja, voorzitter, bedankt. Voorzitter, u weet, we hebben het op school geleerd, in troebelwater is het goed vissen. Zo hebben we dat geleerd, voorzitter. Maar als je beleid maakt, als je verantwoordelijkheid hebt, dan kom je tot het besef, voorzitter, dat in troebelwater het niet goed vissen is, voorzitter. Het water is troebel. We horen allerlei dingen. We hebben allerlei overwegingen te doen, voorzitter. En wij ondersteunen de minister in zijn bedoeling om die toestemming terug te trekken. Minister, trekt u het gerust terug. Laat gewoon dat water helder worden. Dus don't takken aan hem, want als ze het, ook als ze het nu krijgen, is het een probleem. Laten we met elkaar praten van Luko Awata troebel. Laat alles gekleerd worden, duidelijk zijn. Al uw onderzoek wordt gedaan, alle metingen worden verricht. Partijen komen aan tafel zitten, voorzitter. Dan kunnen we verder gaan. En we gaan u houden aan één ding, minister. Wanneer u zegt, die enkel vergunning gaat er dooruit, zonder dat de aanvrager voldoet aan alle vergunningsvoorwaarden, voorzitter. Wij gaan u daarin ondersteunen en we gaan u ook daaraan houden, voorzitter. Want er zijn een heleboel vragen nog pending. Als u praat over de vispopulatie, over welke vispopulatie? Is het neershoor? Is het in diepzee? Want we horen dat daar een verschil in zit. Zijn er andere, hoeveel andere trawlers zijn er? Welke trawlers? Hoe verschilt het met deze? Hoeveel werkgelegenheid is hier aan de orde? Mensen verliezen werkgelegenheid, anderen zeggen winnen. Voorzitter, laat het water helder worden. Dan kunnen we andere stappen zetten, minister. Zorg u ervoor dat de zaken teruggetrokken worden. Dan kunt u verder gaan. Dank u wel. Ja, dank u wel. Dan heb ik lid Rajiv Ramsahai. Dank u wel, voorzitter. Ik heb naar de minister geluisterd. Nu al is gebleken, volgens de informatie die de minister heeft verstrekt, dat 2 van de vistrollers, twee uit de 6 vistrollers die in Surinaamse wateren momenteel zijn, eigenlijk vissen, om het zo te zeggen, omdat de informatie bestaat dat er gevist wordt door die trollers. Er zijn ook bedrijven in Suriname die de trekking volgen van de boten. En ik denk dat er een aantal bedrijven zijn die ook willing zullen zijn dat ze die informatie beschikbaar stellen. Ook op het net kan ieder zelf volgen
wat de move is van deze boten. En als je naar de perstrek kijkt, dan zie je dat de boten steeds van positie veranderen. Er is geen reden om van positie te veranderen als een boot niet werkt. Het tweede punt wat ik aan de minister wil vragen is, wat voor sancties zijn er voor de trawlers die in ondiepe water komen vissen? Voorzitter, dat is een directe bedreiging voor onze visgronden. De plaats waar vissen kuit komen schieten, voorzitter. Op die plaatsen gaan de trawlers en vernietigen alles. En de informatie bestaat ook dat de waste catch of de bycatch van deze trawlers ongeveer 1 ton vis per dag is minimaal. Of per drek. Dat is ongeveer 6 uur tot 7 uur. Duidelijk. Lid Budeke. Voorzitter, via u aan de minister. Wat voor nut heeft het wanneer je nu al van tevoren weet dat de boten niet zullen voldoen, gelet op een PIK, om dan nog tijd te gaan verliezen om ze te gaan keuren? Maar voorzitter, een belangrijker punt, omdat die informatie mij heeft bereikt. Er waren 2 trawlers en die waren bij de molen. Ze zijn gelost. Wat is er gelost? Nu zijn er laatstelijk 2 weer binnengekomen. Die moeten bij Kuldiepzing liggen. Die worden ook gelost. Er worden dozen weggehaald uit die boten. Wat brengen die boten naar binnen? Is het vis? Is het iets? Kan er onderzoek gedaan worden? Want de boten komen met lading naar binnen en worden hier uitgeladen. Ze worden gelost. De laatste 2, die u misschien waarschijnlijk morgen gaat laten keuren, zijn ook gelost gisteren, voorzitter. Gaat u onderzoeken wat uit die boten wordt gebracht? Het is niet makkelijk. Misschien is het vis, dan hebben we het bewijs dat die mannen illegaal aan het vissen zijn. Ik vraag, dat is alles, voorzitter. Lid Assadan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben geluisterd naar de minister, voorzitter. Ik hoef niet in komen wenen, maar voorzitter, ik wil wel vragen dat de toestemming of het gevoel dat wij hier in Suriname hebben gegeven aan die ondernemers, misschien hadden ze nog niet geïnvesteerd, maar het feit dat men het gevoel heeft dat er een mogelijkheid bestaat dat ze aan die vergunningen kunnen komen, zijn ze gaan investeren. Wat voor impact zal dat hebben voor de staat? Als we nu zeggen van, boten voldoen niet en we gaan ze geen toestemming geven of die vergunningen verlenen. Voorzitter, via u aan de minister, wat voor impact zal dat hebben? Zijn er geen mogelijke rechtszaken in het voorschiet dat wij aan ons la als broek zullen krijgen? Door die omissie die is gemaakt om het gevoel... Door die omissie die is gepleegd, voorzitter, om het gevoel te geven aan die ondernemer dat het wel degelijk mogelijk zal zijn om aan een vergunning te komen. Dus als er nu aangegeven wordt van, als we inspecties hebben verricht en het blijkt van, het is niet mogelijk dat je dan een die vergunning krijgt, maar je hebt wel geïnvesteerd als ondernemer. Wat voor impact zal dat hebben voor het ministerie en het land? Ik dank u. Wel, al had je al een vergunning, moet je aan vergunningsvoorwaarden houden. Dus, lid Bink. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik wil in herinnering brengen dat we ook een inventarisatie hadden in 2017. En juist na die inventarisatie, voorzitter, zijn we voor de gek gehouden. Want we hebben vis een bestand gehad. Hoeveel visvergunningen verstrekt mogen worden. En nu horen we van de minister, het is nu ook al overschreden. Voorzitter, de minister spreekt zelf. Hij spreekt zichzelf tegen. Hij zegt, bestaansvergunning overschreden. Toezeggingbrieven, alle boten worden geïnspecteerd door LVV MAS. U zegt
rapport wordt eerst opgewacht van die internationale organisatie. Dan pas gaan we kijken of het minder of meer is. Dan pas gaan we acties ondernemen. Maar minister, u zegt, als deze boten, nadat zij een toezeggingsbrief hebben ontvangen van uw directeur, wanneer deze boten voldoen aan de voorwaarden, want ik zie zoveel boten maken naast de voet van de Weidenbosbrug, minister. Die toezeggingsbrieven zijn uitgegeven en ik weet zeker dat die boten ook in aanmerking zullen komen, ja. Wat is het oplossingsmodel, minister? U zegt ons, u bent de minister die visvergunning verstrekt. We willen uw daadkracht zien, minister. Bescherm onze visserijsector. En zeker ook mijn bevolkingsvisserijsector in het district Kommerwijnen, Koroni, Marowijnen en onze grote visbedrijven aan de Suriname Rivier, minister. Sorry, uw daadkracht. Stop met visvergunningen verstrekken. De chairman. Voorzitter, dank u wel. Ik denk dat we als samenleving, maar ook als parlement, erg naïef zouden zijn als we zouden aannemen dat trawlers van die omvang helemaal uit China naar hier komen om iets te proberen als ze er totaal geen zekerheid hebben over zaken. Ik denk dat er toezeggingen zijn, ik weet niet wat er is, maar ik denk dat het logisch is dat ze naar hier zijn gekomen omdat ze vrij zeker zijn ze zullen vergunningen krijgen. Anders ga je dit soort grote investeringen en routes niet afleggen om hier iets schoon te komen proberen. En het verhaal van de minister, het is een theoretische zijde hoe dingen gedaan worden, maar dan heb je de praktische zijde en daar is voldoende informatie over, voorzitter, dat er werkelijk wordt gevist en wordt geroofd in onze visgronden. En ik denk dat er in ons aller belang is van de bevolkingsvisserij, van ons allemaal als samenleving, dat wij hier een halt voor toeroepen, voorzitter. Dat niet onnodige gasten hier onze kustgronden, onze visgronden, komen leegroven, terwijl een wezenlijk deel van de samenleving hier afhankelijk is van die sector en van de visserij. En zoveel mensen er emploi vinden in die sector. Laten we alsjeblieft correct blijven, transparant blijven. En zij die geen vergunning hebben, verjagen van hier in ieder geval de boten aan de ketting zetten, dat we onze eigen vissers en visserijgronden beschermen. Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel, minister. Jawel, voorzitter. Om te starten bij de vragen gesteld door het lid Jogi over het schrijven van de directeur, de documenten van het bedrijf, opgestuurd kunnen worden voor het parlement. Dat doen we zeker. Wat gebeurt er met de trawlers na inspectie door het onderdirectoraat en rapportage? U begrijpt dat ik niet kan handelen op basis van gevoelens. Ik handel op basis van rapportage, schriftelijke. Zodra het rapport binnen is, ik heb u aangegeven wat de intentie is. Morgen 2 en de resterende 2 binnen enkele dagen. Zullen wij het rapport, op basis van het rapport, een besluit nemen? En dat is zoals bij de eerste 2 trawlers, dat ze niet in aanmerking kunnen komen. Als hetzelfde het geval is met de overige 4, dan komen ze absoluut niet in aanmerking voor een vergunning. En dan zullen wij in regeringsverband, zal ik dit aan de orde stellen, om na te gaan welke de relevante instituten zijn en de bevoegden om te handelen. En de vistrollers, dus wat de volgende stap is. De vraag van het lid Abdul, wanneer het onderzoek is afgerond. De intentie is om ergens midden 2019 te starten. En ik kan u aangeven dat het onderzoek minimaal een jaar duurt. Dus wij zitten dan midden 2020 voordat de resultaten binnen zijn. Het is niet een makkelijk onderzoek, een uitgebreid onderzoek waar je wilt nagaan. Alle vissoorten die voorkomen, hoe de populatie zich beweegt. En dat is niet een makkelijk onderzoek als we praten over 114.000 vierkante kilometer.
U begrijpt dat dat niet in één dag kan zijn afgerond. Ik heb u aangegeven dat het vorig onderzoek een jaar lang heeft geduurd, minimaal. VMS was de vraag of dat ook gebruikt zal worden om na te gaan waar de boten zich aanmeren of aanmeren en de productiecijfers. Dat is exact een van de bedoelingen van het VMS, om de trek van die boten te volgen en zodoende na te gaan waar ze zijn. Als ze aanmeren moet dat ook te zien zijn en het aantal keren en op basis daarvan ze zullen verplicht zijn hun productiecijfers af te staan en dan op die manier. Het ministerie doet steekproefwijs bepalingen. En dan is het dus inderdaad de bedoeling van het VMS om die twee zaken in de gaten te houden, onder andere. De vraag ook was van het lid Abdul, hoe lang de boten nog mogen aanmeren. Ik zei net, zodra de inspectie is gepleegd, zal ik in overleg treden en nagaan wat de volgende stap is en welke bevoegde instanties in beeld moeten komen. Het lid BOVA heeft aangegeven dat we moeten overgaan tot het intrekken. Ik heb hier aangegeven dat de toestemmingen, de kopieën die bij mij zijn nu, bij de jurist is. Ik verwacht op korte termijn een advies van de jurist om goed na te gaan wat we mogen doen, kunnen doen. En in het geval ik de ondersteuning van het parlement nodig heb, zal ik gegarandeerd contact opnemen, zodat wij over kunnen gaan tot het intrekken. Ik ben voorstander van het intrekken. We hebben de aantallen overschreden en in principe in overtreding. Het aantal trawlers in de beschikking voor vistrawlers zijn dat 45. Ik kan u aangeven dat op dit moment 42 vergunningen zijn uitgegeven. Dus we hebben een plus van 7. Dat is die overschrijding. Geeft u me de ruimte. Ik had tijdens de begrotingsbehandeling wil ik u een uitgebreid overzicht geven van aantallen, hoeveel vergunningen er zijn uitgegeven en dan heeft u een beeld van hoeveel min of plus waarover we praten. Ik denk dat, als ik het goed heb, dat in januari gebeurt, de begrotingsbehandelingen, voorzitter. Ja, tweede helft. Ja. Informatie heeft het lid Ramsehai dat de trawlers vissen. Ik heb een afspraak met de visserijsector dat de overheid één stakeholder is en als taak heeft om controle uit te oefenen. Maar ik denk dat andere stakeholders binnen elke sector ook een verantwoordelijkheid heeft en een gedeelde taak om elkaar te ondersteunen. Dus als er informatie beschikbaar is, aarzelt u niet om dat door te spelen, zodat wij tijdig kunnen ingrijpen. Ik zei net, we praten over 114.000 vierkante kilometer. Dat is niet zo makkelijk te controleren. Maar als we alle efforts bij elkaar zetten van alle stakeholders, denk ik dat we een betere job kunnen doen wat de controle betreft. De sancties van trawlers die in ondiep water vissen. Ik kan u aangeven dat een week geleden, of nu misschien 2 weken, één bedrijf is aangeschreven met data, VMS-data, dat die bezig was in ondiep water. Het bedrijf is aangeschreven met als mededeling dat bij een volgende keer, dit is een aanmaning, zo kunt u dat zien, bij een volgende keer zal de vergunning van dat bedrijf worden ingetrokken. Dat is wat we aan het bedrijf hebben beloofd. Dus die sanctie mogen ze tegemoet zien als ze in overtreding gaan. Het inspecteren of het nog wel zin heeft. Ik heb aangegeven, ik kan alleen werken op basis van formele zaken. Dus alhoewel ik aan de omvang van die boot kan zien en ik zei al, ze lijken sprekend op elkaar, allemaal, kan ik niet overgaan tot het doen van een uitspraak, totdat ik niet een officieel rapport heb van de inspecteurs. Ik zal moeten wachten
Dat duurt nog enkele dagen, dan heb ik allemaal binnen en dan kunnen wij de volgende stap maken. Of er lading wordt gelost, dat zullen wij, die informatie is nu gedeeld. Ik zal met de relevante afdelingen nagaan of die informatie klopt. En indien er inderdaad iets is gelost wat dat moet zijn geweest. En dan kom ik terug met die informatie en dan deel ik dat met u. Het lid Asadang sprak over de impact die op de staat kan volgen als wij de vergunningen intrekken. Dus nogmaals, als een bedrijf toestemming krijgt, dan moet u nog voldoen aan de voorwaarden. Voldoet u niet, dan kunt u onmogelijk in aanmerking komen voor vergunningen. In dat geval is het heel helder en duidelijk. En ik praat inderdaad over gevallen waar die toestemmingen er zijn en die nog niet zijn benut. En als we dat zo intrekken, zonder goed na te gaan, de meningen zijn, trek het in, we zullen zien hoe we dat pareren. Ik zeg nogmaals, de jurist is bezig voor mij na te gaan. Als ik het advies heb, kom ik denk ik gegarandeerd bij u om na te gaan hoe wij de zaak het best zouden kunnen oplossen. Intrekken, daar ben ik een sterk voorstander van, maar op een degelijke manier, zodat we niet in de problemen komen. De daadkracht die wordt verwacht van de minister om die vergunningen of die toezeggingen in te trekken. In principe heb ik net aangegeven, ik kan het morgen doen middels een schrijven, uw toestemming is ingetrokken, dan is er daadkracht, maar misschien is die daadkracht zodanig verkeerd dat ik de staat in de kosten jaag. Ik zeg nogmaals, ik ben voorstander van, maar laten we kijken wat de mogelijkheden zijn. En als het parlement erbij moet komen, dan ga ik contact maken met u via de voorzitter, zodat wij op een gedegen manier die daadkracht kunnen tonen. Ik wil dat zeker doen, maar op basis van een goede fundering. Het lid Sharman gaf aan dat hij het vermoeden heeft of geen enkel bedrijf komt zonder toestemming en een zekere verwachting hier naartoe. Dat is een vraag, een open vraag. Voor mij ook. Als u als bedrijf weet wat de voorwaarden zijn en u komt toch met kolossale boten, bijna 6 keer dan toegestaan in die beschikking, dan is er of iets verkeerd gegaan tijdens de communicatie bij het verlenen van die toestemming, of er moet iets zich hebben afgespeeld. Maar in elk geval wat ik u kan garanderen is dat het vermogen niet toelaat dat ze een vergunning kunnen krijgen. Dank u wel. Ja, minister De Kan. Dank u wel, voorzitter. Bij de collega HIT bestaat er behoefte om heel snel in te gaan op 2 vragen. Met uw toestemming. Ja. Minister, een punt van orde. Nee, u heeft al een ronde gehad, dus we proberen de regering. En daarom, lid, dit boven, punt van orde. Wordt dat ondersteund? Nee, voorzitter, ik ben gedwongen om een punt voor te maken. Zeker naar aanleiding van wat ik heb gebracht over de intrekken. We horen de minister zijn, het is echt technisch, maar zowel ook politiek een punt van orde, dat de vergunningen, voor zover wij van oordeel zijn dat de zaken niet goed zijn, dat, en ik vernoemde het, troebelwater moet worden ingetrokken totdat het water helder is. Voorzitter, daarop zegt de minister, is goed, hij is niet onwelwillend, maar, en hij heeft het 2 keer gezegd, hij zal het parlement consulteren om dat terug te trekken. Voorzitter, ik geloof dat dat een verantwoordelijkheid is van de regering, van de minister van LVV. Geen enkele minister van LVV is hier naar het parlement gekomen om toestemming, dan wel vergunning te verlenen. Wij behouden ons op het feit
dat de verantwoordelijkheid voor de regering daar is en de verantwoordelijkheid van het parlement hier. We geven wel u de politieke ondersteuning om te handelen waar gehandeld moet worden. Ja. Dank u wel. Goed, het punt van orde ligt dus eigenlijk erin dat hoewel de minister het goed bedoelt, de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de regering en de minister, althans de regering, dus duidelijk zijn afgebakend. Minister Dikan, we gaan minister... Dank u wel, minister. Minister LVV. Minister LVV. Dank u wel. Wat ik bedoelde te zeggen is dat indien er aanvullende regelgeving nodig is, dat ik dan bij u langskom. Ja. Okay. Ja, dank u. Ja, prima. Minister Tsang. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik wilde gelijk antwoorden op vragen van twee leden van uw geacht college. De vraag van het geacht lid Breeveld is gericht naar het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. Hondenvoer en plantaarden worden in Suriname geproduceerd. Wat doen we voor bescherming van de eigen producten? Er is in het verleden vele regeringen teruggekozen voor de vrije markt. Wat heeft ze voor- en nadelen? Een voordeel is bijvoorbeeld dat er minder kans is op schaarste en dat er vrijwel alles te koop is in Suriname en dat de handel een flinke opleving heeft gekend in ons land. Een bijkomstigheid is ook dat het veel toeristen trekt naar ons land van de regio. Een nadeel is inderdaad dat de eigen productie moet gaan concurreren met de importproducten. Deze regering wil in ieder geval de eigen productie stimuleren en we zijn aan het kijken naar de importvervangende producten voor importen en er komen binnenkort enkele projecten. Ik heb de brief van het geacht lid inderdaad ontvangen. We zijn aan het kijken naar het upgraden van de producenten door de nationale standaarden te verhogen en incentives te geven aan de eigen producenten. Het lid gaf als voorbeeld hondenvoer en plantaarden. De kwestie van de lokale plantaarden is dat er verschil is in kwaliteit in nagenoeg elke batch plantaarden van de lokale producers. En dat er bijvoorbeeld onder andere een stoombehandeling nodig is om insecten in de batch te doden. De kwaliteit van het importproduct is wel beduidend standvastiger en beter. We moeten de standaarden upgraden. Met het verbeteren van de nationale standaarden kunnen we ook middels regelgeving voor nationale standaarden voorwaarden opleggen voor die importproducten. We gaan in ieder geval het raamwerk van regelgeving in place brengen om onze eigen producten te kunnen beschermen tegen import. Dat gezegd hebbende, we gaan de mogelijkheid creëren, maar de maatregel is een vorm van protectionisme. En persoonlijk kies ik meer voor het versterken van onze producten ten opzichte van het weren van importproducten, omdat ik niet geloof in protectionisme. En de kwaliteit en concurrentievermogen van de eigen producten gaan er niet op vooruit. Ik kies liever voor de awareness bij het volk te brengen, en dat is dat we daar waar mogelijk moeten kiezen voor de eigen producten versus importproducten. En daarnaast kunnen we de lokale producenten incentives geven, maar daarvoor moeten we onder andere met het ministerie van Financiën en andere ministeries bespreken. Met betrekking tot de vraag van het geacht lid Budeke, het lid maakte de opmerking dat de foto op een EID kan worden vervangen door de fingerprint om een persoon te identificeren. En we zouden religieuze gezichtsbedekkingen kunnen toestaan en dan middels fingerprint de persoon toch identificeren. Alleen een fingerprint, een vingerafdruk kan de foto niet vervangen omdat de foto dient om in één oogopslag te kunnen zien of het om de juiste persoon gaat. Op het veld heb je vaak niet de mogelijkheid of de beschikking over een fingerprint scanner. Een foto is een first level identificatie. En biometriegegevens op de EID is een volgende level en een hogere orde van beveiliging. Maar zoals eerder gezegd, we zullen rekening houden met de verschillende religieën in Suriname en middels staatsbesluit internationaal gangbare regels vaststellen voor de foto's van onze identificatiedocumenten, zoals ID-kaart, paspoort, rijbewijs, etc. Dank u wel. Ja, dank u wel. Goed, leden, we hebben de regering gehoord. Er zijn nog wat vragen die gaan dan naar maandag. De belangrijkste brandende vragen zijn gesteld en beantwoord. Ik zie dat lid Yogi nog een heel korte opmerking wil maken of verduidelijking wil vragen. Hetzelfde geldt voor de leden Abdul en Ramsahai. Lid Yogi. Voorzitter, dank u wel voor de gelegenheid. Voorzitter. De minister heeft aangegeven dat twee boten, twee van de trouwers, niet voldoen aan de voorwaarden.
Met andere woorden, ze moeten ergens geparkeerd staan. Er is materiaal dat aangeeft dat beide boten niet op één locatie zijn. En de minister zegt, hij heeft stakeholders gevraagd om ook te helpen om controle uit te oefenen. Kan de regering de minister vragen aan de kustwacht, voorzitter, en aan de maritieme autoriteit om aan te geven of de trawlers inderdaad zijn op de locatie welke zijn aangewezen door de autoriteiten waar de trawlers zich moeten bevinden, voorzitter? Duidelijk, dus regering, u gaat dat voor ons uitzoeken in het weekend en dan horen we maandag daarover meer. Lid Ramsay. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, naar mijn mening moeten alle 6 trawlers op 1 locatie geplaatst worden en bewaakt worden door de kustwacht. Voorzitter, ik wil de minister vragen, de minister van LVV vragen, wat er gebeurt met de aanmeldingsplicht van de vissersvaartuigen. Alle vissersvaartuigen moeten eigenlijk een aanmeldingsplicht hebben voor vertrek naar zee en bij het terugkomen van zee, waar er ook aangegeven moet worden wat de vangst is, voorzitter. Alleen zo kunnen we structuur brengen in die controle. En anders gaat het ook niet lukken. Dank u wel. Lid Abdul. Voorzitter, de hele tijd is er gesproken over 2 trawlers, waarbij tenminste we weten dat er gaat om 6 trawlers, waarvan 4 op zee waren. De vraag is, voorzitter, deze zaak duurt daar behoorlijk lang. De minister zegt, morgen gaan 2 anderen geïnspecteerd worden en binnen een paar dagen de andere 2. Mijn vraag is, binnen hoeveel tijd zal deze zaak worden afgewikkeld en binnen hoeveel tijd zal de samenleving op de hoogte worden gesteld dat van het resultaat van de afwikkeling, voorzitter. Dank u. Goed. Regering. De kwestie van de trawlers is uitgebreid behandeld en er is deels ook antwoord gegeven voor een belangrijk deel door de minister. Er blijven enkele vragen waarvan ik ga vragen aan de regering om ons maandag daar iets over te vertellen, om verschillende redenen. De minister zegt morgen worden nog andere zaken gedaan, dus er is tijd nodig om ons dan weer iets meer te vertellen dan wat we vandaag hebben gehoord. Ik wil echt de aandacht vragen van de regering voor deze kwestie. Omdat natuurlijk het niet specifiek alleen gaat om deze 6 boten. Hoewel dat een vraagstuk is van hoe ze aan hun toestemming zijn gekomen. Maar er is natuurlijk niet veel goede visgrond meer over in de wereld. Nu heeft Suriname recentelijk haar economische zone uitgebreid. Met goede visgronden en er zijn ook andere vissen. Suriname zal een standpunt moeten innemen over wat we gaan doen met deze zone. Gaan we het gewoon ook leegvissen, net als hoe in de rest van de wereld de zaken gebeurt. U kent de voorspellingen dat als we zo doorgaan dat we in 2050 geen vis meer kunnen eten. Dus misschien moeten we nu wat minder vis eten om in de toekomst ook nog een beetje vis te kunnen eten. Dat zijn fundamentele vragen, los van de actuele problematiek, maar niet minder ernstig. En ik vraag dus aan de regering om toch wel te komen met een beleid ten aanzien van die visserij. Gedeeltelijk is dat geformuleerd, vandaar dat de minister zegt er zijn te veel vergunningen. Dus er is een deel al beleid, een beperking geformuleerd. Laat het nog duidelijker worden en ons in de begrotingsbehandeling inderdaad daar goed over informeren. Zodat het parlement en de regering zich daarover kunnen uitspreken. Het is heel belangrijk en ik wilde dus de nadruk leggen erop dat we een actueel acuut probleem hebben, maar dat we ook een fundamenteel probleem hebben. Geen probleem. We moeten bepalen wat we met dat zeegebied van ons gaan doen, op welke wijze we het gaan benutten, hoe we het duurzaam gaan benutten, of dat we het gaan laten leegvissen en kapot maken, zoals vele andere gebieden al zijn leeggevist en kapot gemaakt. Dus ik vraag aandacht voor van de regering, niet alleen van de minister van LVV, maar van de regering, dat we in de begrotingsbehandeling daar toch wel echt wel op ingaan. Goed, dan gaan we deze vergadering verdagen. Dan maandag 1 uur. Ja, want dan hebben we dinsdag aan. Ja, minister Schrik daar. We hadden dat al aan het begin van de vergadering gezegd, minister Dikan.
is het me ontgaan, voorzitter. Ik zou graag even daarover willen afstemmen met de vice-president, omdat er een RVM-vergadering is uitgeschreven voor maandag 12 uur. Dus het zou betekenen dat... Misschien kunnen we daarover afstemmen. Ja, het punt is dat we natuurlijk ook aan de regering hebben laten weten dat we in deze periode het zogenaamde begrotingswerkschema hebben, waarbij we inderdaad de maandag nog als laatste sparen, maar als ik kijk naar de dagen die ik nog heb, en ik hoop toch nog tenminste nog één wet en nog één of twee openbare commissievergaderingen af te handelen, dan kijk ik toch wel naar een vraagstuk. Laten we... ik heb niet veel ruimte meer om overleg. Dus u moet zeggen, ik kan niet, ik wil niet maandag. Dan moet het naar dinsdag. Want ik heb nu convocaties laten maken. Voor maandag 1 uur. Ja, en we hebben nog in verband met de zeer... interessante wetgeving over wijziging van kiesstelsel hebben we met de stakeholders dan dinsdag nu afgesproken voor een meeting. Want die konden maandag ook niet. Dus ik heb niet veel ruimte anders dan maandag. Wat we wel kunnen doen is misschien naar 2 uur gaan. Zodat de 4 ministers die misschien minimaal hier moeten zijn dan de vergadering bij de regering misschien al kunnen verlaten. Wat denkt u daarvan, minister? Ja, 2 uur is werkbaar. Ik zal afstemmen met de vicepresident. Prima, maandag 2 uur. Dan verdaag ik de vergadering en ik dank u. Ja.